De laatste tijd hoor je steeds vaker dat er een ongeluk is gebeurd met wild. Door diverse omstandigheden is wild steeds vaker bij ons in de buurt te zien. Zo moesten automobilisten een tijd extra opletten langs de N224, omdat zwijnen vlak bij de weg rondliepen. Ook gebeurt het dat een hond door wild wordt aangevallen. Dit komt vaak doordat de hond niet is aangelijnd. En in Lunteren liep pas geleden tot twee keer toe een wild zwijn in het dorp. Hoe om te gaan met het wild? En waar moeten honden aan de lijn? Vragen waarop we een antwoord zoeken. Volgens Victor Nuiten zijn er diverse incidenten geweest waarbij honden betrokken waren. Doordat mensen volop gaan wandelen en recreëren in alle bos- en heidegebieden, zie je gewoon ook een enorme toeloop van honden. We hebben een aantal supermooie losloopgebieden waar de honden gewoon onder controle, maar wel los mogen lopen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel gebieden waar de honden gewoon toch aangelijnd moeten zijn. En daar zie je gewoon dat de mensen de hond toch los laten lopen, wat tot confrontaties kan leiden. Ook in de hondenlosloopgebieden wonen wilde zwijnen bijvoorbeeld. Dus dat kan ook een confrontatie opleveren. Op het moment dat mensen hun hond niet goed onder controle hebben, gaat zo'n hond toch het wild opzoeken. Nou, een wild zwijn vecht uiteindelijk wel een keer terug. Maar reeën doen dat bijvoorbeeld niet. En dan levert het wel ook op, uiteindelijk gewoon dode reeën op. Dat reeën toch gepakt worden door een hond. Is het dan ook belangrijk dat je in een losloopgebied ook je hond goed in de gaten houdt? Ja, zeer zeker. Een hondenlosloopgebied is natuurlijk niet van aan het begin van het pad, ik laat mijn hond los en als ik na een kwartier terugkom, dan hoop ik dat mijn hond er weer staat. Je moet echt je hond onder controle houden, dat hij echt bij je blijft. En dat is natuurlijk niet alleen voor het wild, maar dat is ook voor alle andere wandelaars en fietsers die door het gebied heen gaan. Want die moeten ook geen overlast veroorzaken en ondervinden door een loslopende hond. Waarom mogen in sommige gebieden wel en in andere gebieden niet de hond los? Nou, er is een keuze gemaakt. We moeten natuurlijk plekken hebben waar mensen hun hond ook gewoon los kunnen laten lopen. Zodat de hond ook wat hun energie kwijt kunnen en ook goed kunnen rennen. Nou, en daarvoor hebben we locaties aangewezen vanuit de gemeente die voor het wild minder schadelijk zijn. Het grootste losloopgebied wat we hebben, dat is in het Edese Bos. Nou, dat is een gebied, daar wonen reeën, daar wonen wilde zwijnen, maar daar wonen bijvoorbeeld geen edelherten. Dus daarvoor is een keuze gemaakt om dat gebied daarvoor aan te wijzen. Ik neem aan dat er ook gehandhaafd wordt op loslopende honden. Ja, zeker. We handhaven. Het is niet zozeer dat we elke loslopende hond die we tegenkomen, dat de eigenaar daarvoor een procesverbaal krijgt. We zitten meer in het opvoedkundige. Leg de mensen uit waarom ze de hond moeten aanlijnen, wat het doel daarvan is. En als we iemand vaker tegenkomen met een loslopende hond, uiteindelijk krijgt zo iemand wel een procesverbaal. Zijn loslopende honden het enige probleem? Nee, naast loslopende honden is natuurlijk ook de verdraagzaamheid van alle recreanten naar elkaar van belang. Iedereen wil recreëren. Ja, als we met heel veel mensen op een heel klein stukje gaan recreëren, dan moeten we gewoon rekening met elkaar houden. Dat is gewoon belangrijk. En waar moeten we dan aan denken? Wandelaars die langslopen en hun hond niet goed onder controle hebben, waardoor die hond toch tegen andere wandelaars op gaat springen of kinderen omver loopt zelfs. Maar ook bijvoorbeeld fietsers, mountainbikers die van het gebruik maken van de mountainbike route. Maar die kruist natuurlijk ook wandelpaden. En dan op zo'n kruising moet men gewoon rekening met elkaar houden, dat men gewoon de ruimte aan elkaar geeft, zodat er gewoon geen ruzies ontstaan. Want helaas gebeurt dat soms. Het wild, hoe gaat het daarmee? Ja, met het wild gaat het eigenlijk heel goed. Met die verstanden, de afgelopen twee weken met de weersomstandigheden hebben ze het best wel slecht gehad. Ze gaan er niet gelijk dood aan, maar ze hebben gewoon al hun energie nodig om te overleven. En dan is zo'n verstoring door bijvoorbeeld loslopende honden, kan echt wel funest zijn voor de dieren. Want zoveel mogelijk energie sparen, dat is gewoon echt belangrijk op dit moment voor ze. Ik heb gehoord ook dat de wilde zwijnen onder andere door het centrum van Lunteren heen hebben gelopen. Ook langs de N224. Is het wild een beetje van slag of heb ik dat dan verkeerd? Nou, wat is gebeurd, het wilde zwijn wat in Lunteren liep of loopt, dat is opgejaagd vanuit het Lunters buurtbos. Dat is waarschijnlijk van confrontatie in confrontatie gelopen. Zo'n dier is opgejaagd door mogelijk een hond. En dan gaat hij rennen. En op een gegeven moment, als hij dan een volgend bosvak inkomt en daar zit weer een hond in de buurt, dan gaat hij gewoon doorrennen. En op zo'n moment, op een gegeven moment is zo'n dier de kluts kwijt. En dan rent hij inderdaad een bebouwde kom in. Wat natuurlijk gevaarlijk is, sowieso voor het dier, maar ook voor de bewoners daar. Voor zover we nu weten, zijn er geen meldingen meer van geweest. Dus we verwachten dat het dier wel weer weg is. Zolang zo'n provinciale weg, die loopt dwars door het leefgebied heen van de dieren. En die gaan daar echt ook wel voedsel zoeken langs die wegen. En dan kun je confrontaties ermee krijgen. En eigenlijk het beste wat de mensen kunnen doen, in de avond en in het donker,
pas je snelheid aan, rij 60 kilometer. Ik zeg niet dat elke aanrijding daarmee voorkomen is, maar het scheelt wel. Ja, hou je gewoon aan de regels die je aangegeven zijn bij de bosgebieden. Wandel op wegen en paden, fiets op de aangegeven routes, houd je hond aan de lijn waar het moet. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste regels. Op het moment dat iedereen dat doet, het wild weet dat ook. Die hebben echt wel in de gaten van, hey, de mensen lopen altijd over dat pad heen. Dan gaan ze echt niet meer rennen. Dan blijven ze gewoon in dat bosvak blijven ze zitten. Dan gaan ze er niet vandoor. En op het moment dat mensen ze zien zitten of staan en ze willen foto's ervan maken, doe dat vanaf het pad. Maar loop niet de bosvakken in. En dan kan iedereen van de dieren en van de natuur genieten. Want Ede heeft een mooie natuur. Ede heeft een supermooie gemeente qua natuur. We hebben echt heel veel te bieden. En het zou zonde zijn als het door verstoring echt gewoon dat we het kwijtraken. Dat zou echt zonde zijn.